Ha. Rustig, Bedoel, can you leave me way up here? Fafi, my brother. rustig, 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 rustig. Me no leave you way up here. Here, me talk. Ja, me here, my brother. And we hope that this is my here, me go. If me here, me here. Okay, we believe one day just still. And you haal a PC and for a cone, eh? Yeah. Salut mon frère. Ah, mais moi t'es ici. Ah, c'est ma famille. Ça t'a pris à pisser pour à quoi nous? Nous on l'a fait moins cette heure, ya. Et très court, ça c'est ma famille. Ça t'a pris on date migo. On a su qu'à pisser pour à quoi nous, ya. De même, ma d'ici, je suis t'as pris à son nom. Mais là, mes bras, c'est Brano. This may work at a cone wakane on the in Gary. No, that is a deal from the drunk and on the drinking. Yeah, they were looking to a film for coming to America. Dollar Crony Brunch, we got a big Iggy money in a country. This man is sorry for Opa Folima. Red man. Hey, for man, sir. Okay. Fego, me better. I crow farm. Zavoye, vre. Iya, ma. Oui, 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 oui. Okay, bienvenue. Vous êtes bienvenue. Attends, voilà, on va parler. Bien. Voilà, tout est bien, mon frère. Ok, on va parler maintenant. Attends, oui, ok. Voici. Hey, Redman. Jeremy, Warabou. Mais est-ce que nous avons une meilleure heure? Ok. So. Ciao. Dan gaan we meemaken dat wij straks geen basjas meer gaan hebben. Hetzelfde cultuur die Suriname had, was ook in Afrika. Waar er ook basjas en stamhoofden. En die stamhoofden gaan wij niet meer hebben. Je moet kijken, het laatste wat heeft plaatsgevonden in Paramaribo, waar alle koningen samen met Ronnie Brunswijk het feest zijn komen vieren. Er zijn geen enkele basjas meer op voorgrond gekomen. Het gaat verpulverd raken dat geen enkele basja meer gaat bestaan. En hij gaat de regie in handen willen hebben en in Suriname. Wat er is gebeurd met die Hutsis en Tutsis. Het moment dat er geen leiders meer in die dorpen zijn, dan gaan we dorpelingen tegen elkaar krijgen. Ja? Omdat, we moeten eerlijk zijn, er is iets vreselijks gebeurd in de periode van die 10 jaar regeer Boutersen. Iets dat Boutersen, niemand moet me kwalijk nemen. Maar Boutersen heeft iets gedaan dat wij allemaal weten. Het verhaal van Aboy Kony. Ja, daar moest hij helemaal niet aankomen. Begrijp je? Begrijp je wat ik bedoel? Het traditioneel gezag houdt hun mensen bij elkaar. Ja? En als het traditioneel gezag van de Samakas, de Kwitis, door één persoon kapotgeslagen gaat worden in Suriname, wat gaat gebeuren? Ja, dan gaan wij die volkeren tegen elkaar krijgen, want die mensen gaan wild worden. Al die mensen die daar zijn gekomen, die koningen, zijn de mensen die onze voorouders verkocht hebben, ja, aan de slavernij. En dan krijgen we nu iemand die, luister goed, we hebben 4 letters in de alfabet die ik eruit heb gehaald. A, B, V en K. Nederland in 1991 is Ronnie Brunswijk ontvangen. En Nederland heeft de oorlog in Suriname ondersteund. En er zijn mensen vermoord. En dezezelfde mannen zoekt soort op. Begrijp je? En dezezelfde mannen die komen uit Afrika, die onze voorouders hebben verkocht en helpen vermoorden, gaan ze iemand bekronen die
Een koning wordt van hetzelfde soort, want die bakkers hebben met diezelfde soort gewerkt. Helemaal. Kijk, je kan het geen andere benaming geven. Het is die vorm die nu komt van de mensen die in de tijd van de NPS onwetend in onderwijs achter zijn gelaten. Diegenen die ontstoken waren voor onderwijs. Die zijn nu op het randje van ontwikkeling. En er komt weer een déjà vu om die mensen op te werpen aan een koning. En wie had een koning moeten realiseren in het land? De Bashas. Begrijp je? Die hadden moeten zeggen van hallo, wij stellen een opperhoofd van alle Quinties en Bashas, ja. Op Bashas opperhoofd. Ja. 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 En ook hetzelfde bij de Indianen. Als deze mannen goedwillig waren, toch goedwillig waren, waren ze naar de Amazone gegaan. Waar de Indianen al verenigd zijn met elkaar. Zeker. En dan hadden ze die Indianen, die nu hebben we de Arawakken, Caraïben. Wat doen ze? Ze vechten met elkaar. Ze zijn niet één. Zie je waar die bundeling kan plaatsvinden? Maar Ronnie Pruijs zei, ik zal nooit bundeling tussen blakke man, tussen de binnenlandbewoners brengen. Nooit, never, nooit. Het gaat om eigenlijk zijn eigen eer. Hij wil het voorbeeld van Pablo Escobar nadoen, ja, om de mensen achter hem te scharen. Men noemt het, ze noemen het in een moderne woord schild gebruiken. Schild gebruiken, ja, precies. Ja. En dat is waarvoor we moeten uitkijken. Dat is waar we naartoe moeten gaan. Dat is waar we moeten uitkijken. Want het is een geraffineerd persoon. Ik moet de mensen geld geven. Want Pablo Escobar die gaf ook geld. Maar Pablo Escobar heeft iets onsterfelijk gedaan in de wereld. Dat geen enkele maffia gedaan heeft. Hij heeft huizen gebouwd in Medellin. Voor alleen maar arme mensen. Hij heeft ze wat gegeven. Iets houdbaar. Iets tastbaar. Maar Brijswijk geeft niets tastbaars. Hij heeft ook ziekenhuizen en scholen gebouwd. Ziekenhuizen en scholen gebouwd. Ja. Ziekenhuizen en scholen, ja. Dus Ronnie Brijswijk geeft niets wat tastbaar is aan de samenleving. Hij houdt de samenleving bij hem om de mensen achter hem te scharen als een schild. Wat Milosevic en Kladic en Karadzic hebben gedaan. Dus ik heb het in een notendop verteld. Dat deze man, men noemt het in een mooi woord, een psychopaat. Die man is een psychopaat. Psychopaat. Maar hij is psychopaat. Dus is iemand die met mooie woorden komt, je moet kijken. Of is, wat is Ronnie Brijswijk? Wie kan mij hier zeggen, wat is Ronnie Brijswijk? Is hij een koning of is hij een VP? Want op alles komt VP, maar hij kreeg zich aan als een koning. Wat ben je? Dan kan ik alleen maar uit die twee dingen halen. Ziek mens. Ja, precies. Een psychopaat. Ja. Redman, wat hij wil. Misschien Redman bij in life. Misschien, ik ben daar groot van bij in life. Maar als zeer bescheiden van jij dat ook, meneer Van der Leeuw. Welkom, goedenavond. Ik zie u voor het eerst in de live. Fego Mikpa. Ja, klopt helemaal. Goedenavond. Alla baradangasta, alles maar zij volg. Midden tap afstand en volg de zand op de voet. En delen neem aan midden a live DC. Omdat me volg als een beetje tak akondre ko in wang situatie pe if individuen of collectieve verband om mek moeite voor co-op die de brangas safwi zijn eigenlijk die dem tien zijn eigenlijk de nou baka voor te kassen abra en voor no zorgen voor een boe overdrag dan srana no kombo nooit moro en mi ati ebrodo voor ja uit per mi de voor sitak akondre ne draaibun sref srefi wat we nu moeten hebben. We moeten ervoor zorgen dat we nieuwe frisse leiders aan de macht zien te krijgen. En dat het volk moet zeer kritisch voor eisen zijn
wel op de prioriteit voor de massa wat voor behartig de belangen voor Srana. Unom lukut tak omdat partij A, B of C na loop op de man voor pot de man. Asan negoso. Je moet sabi eigenlijk sana a toekomstvisie voor je ching, je gram ching voor de massa wat gestoot in a DNA. Sana de man competentie, de ma integriteit, ja, de ma oprechtheid, voor kan voeren a functie, a inhoudelijke functie voor a beleidsvoering voor a kondre, voor kan die na kondre na fasi. Want de finapes ma dat die, a kondre no dat boom. Look a bureaucratie, je sen wan briefie gawa instantie, a ges ne kin begi de man fuyere. Sana status fabrici, ano kan. Er moet een redelijk en een billig termijn zijn voor je kies van antwoord op abrivi sa yuseni. Laat me gua asset even voor een verwijzing. Mi brada, a wakti sa adens ma e wakti voor ko aan de beurt voor film, a zorg, verlening, hulp. Des mij siki moro fasan dat jong asan, mi no sabi ma dis no kan. Dus, a situatie moest verbeteren, maar moro ik go om de ma in a ambtenarij, dat we begin eigenlijk vanaf a top, sa moest zorgen dat desma sa wopot in a regering of voor behartige belang voor a volg, zowel a kondre, taki desma moest a bekwaamheid voor a functie uit. Als aan nom de eigenlijk wel land die goro kom dat moet me kwam on. Als aan nego zo. Om kenki a denki a mindshift moet kenki en den kiezer moet zorgen dat we nog noa politiek man ko lau nu nanga pakketten of een pakket of een kruyang of een pet. Of een pakket of een ei. Wat mij pot want de duidelijk zijn ja zo en ik knap neem baka. Er moet een nationale ideologie komen. En meneer Oostburg zei net betekent duidelijk, a koning, ik gebruik a koningschap naar a VP voor schild, voor beschermen en revie. Dat heb ik ook begrepen. Kan ook misap is dat hij, misschien Marcel Oostburg beschrijft ja zo, van hij is allebei voor de makkelijkheid. Zo, so, ik is lekker minnaar meneer Oostburg bij Abbasem Taki. Ja, maar zo, kijk nou, soms ik is lekker jonger maar bij Sam Taki, maar het is wat wij denken dat die man zegt. Wij denken het, hij zegt het. Ja. Is dat, omdat het de realiteit is, is niks dan de waarheid toch? Maar je ziet, dus, maar je ziet in feite dat, dus dat hij het ook doet. Dus hij werkt, ja. Dus hij werkt er mee, dus hij werkt met die dingen mee. Dus dat, hij gebruikt ze. Ja, toch, dus dat is duidelijk om te zien. Ja, je moet zien toch, die mannen die zijn gekomen. De koning naar Bonuman. Ja, maar het is geen koning. Kijk, even tussen haakje. Even, maar dus kijk, ik ga even interpreteren met die koning in een gesprek. Suriname, in feite, Unumag at van koning. Koning Nebesta in Suriname Kondre. Suriname is een republiek. Ja, is een republiek land. Is een republiek land. Per jure dat een koning, een Afrikaan koning moet kennen. Is dat om een kilometer Afrika de? Dat de man ook een pot van koning in een republiek zelfstandig kondre. Een republiek kondre. Even mijn brada, Roy Grootbaan. Ja, mijn brada. Even in. Ten eerste, als aan voor een benoeming voor een koning of een installatie voor zeg maar, respectie vice-president de koning. Eigenlijk een burgerberaad komt voor, of een referendum voor Lukut F. A volk de eens na zo aan aanzetten. Is dat na a heer tori. Omdat die fossie
je kon je potje schrijven als een koning, toch? Yeah. A volk schrijven. Moest naar mij bakken. Moest man, dus moest man knap naar je bakken. Yeah. En even volk maar, knap naar je bakken, mijn broer. A koningschap. Ja. Mijn grootfamilie, familie, ik ben weer takken bij een feestje. Ja, ik ben takken bij een koning. Deze mannen zijn gebonden aan het regime van die blanke mannen in de tijd van de slavernij. Dat is het, ja. Ik ben herkenbaar. Ik heb vandaag gekeken, voor de eerste keer gekeken, naar Leopold de Tweede. Precies. Ik ga kijken naar Leopold de Tweede. Neem het niet voor lief dat ik je heb verteld. Het staat op Google. Ja, het staat op Google. Dan kijk je bij YouTube naar Leopold de Tweede. Dat donkere mensen verkocht zijn en in stand gehouden zijn om een balata te breden. En het moment dat die balata op was, konden die mensen geen balata meer opbrengen, werden hun handen geamputeerd door die mannen. En die mensen zijn tot slaven verkocht en doorverkocht. Dus wat ga je krijgen, zoals Sibrano zegt, en meerdere mensen? Die blanke man heeft die blanke man nodig om die blanke man tegen de grond te zetten. In dezelfde woord, Chandrika Prasad Santokhi doet. Als we allemaal bij die magneet even zo weggaan, bij die magneet, gaat die andere terugtrekken naar die magneet, omdat we met z'n allen losraken. Alle losraken. Als we niet met z'n allen losraken van die magneet, geloof mij, zal Suriname nooit goed komen. We kunnen zeggen wat we willen. We kunnen zeggen wat we willen, ja, precies. En we hebben al traditionele gezagden in het land. En die traditionele gezagden die gaan verdwijnen, zonder dat ze het willen. Gaan ze verdwijnen. Die gaan niet, ze worden nu al niet gerespecteerd. Daarom En het mooie ervan, hebben jullie geluisterd naar Ashna Kanai? Bij Limbo. Ik heb geluisterd. Weet je wat er gebeurde? Ashna Kanai is een Hindistaanse vrouw, een respectabele vrouw. Ja. Ze heeft niets verkeerds gedaan. En ook niets verkeerds gezegd. Maar ze moet ons als blakke man komen zeggen hoe we bruine bonen moeten maken. Begrijp je? En dan kunnen we nog steeds niet snappen. Dat wij niet intellectuele mensen zijn. Maar zij bedoelt het goed tegen de donkere mensen. En er wordt door een donkere aanbapper aangevallen dat zij niet de persoon is die het moet komen zeggen. Maar waarom ben je het niet gaan zeggen? Maar jij bent naar Afrika geweest, je bent naar Congo geweest of wat dan ook. Maar je presteert 0,0. Je laat mannen uit het buitenland komen en je bewondert ze. Isabel, zie je toch, Sibrano? Makok. Wat heb je voor ons meegebracht? Dat is ons geleerd, toch? Om voor die blanke man te zingen. Ja, zo. Makok, wat heb je voor ons meegebracht? Nu moeten we Igwe zeggen, Igwe. Igwe. Oh, nu moeten we Igwe zeggen. We moeten buigen. Je moet goed kijken, Redman. Ik heb iets gevallen. Weet je, sommige mensen houden van zelfverheerlijking. En soms zit het zo diep in ze dat ze niet eens doorhebben dat ze zichzelf verwaarlozen omdat ze alles gedaan willen krijgen. Die man wil lopen en dan moeten die mensen paraplu houden. Dat is maar ons YWT-gang. Sommige mensen voelen zich zo lekker, zo machtig in zo'n positie, dat ze zichzelf vergeten. Hij vergeet wie hij is of wat hij in het verleden heeft gedaan. Is een simpele voorbeeld van onze minister van OW. Is een simpele voorbeeld van die minister daar van OW. Dus op de manier hoe die man zichzelf opzet, toch? Net alsof hij alles is. Dus wat hij zegt, is dat moet gebeuren. Hoe kun je een burger
zeggen van dat dus een burger die belastingen betaalt, want alles betaalt men belasting. Ja. Je koopt een pakje sigaret, je betaalt belasting, je betaalt belasting voordat je die pakje sigaret koopt. Je loopt op straat, je betaalt belasting. Alles wat je koopt in Suriname betaalt u belasting. Vooral nu met BTW. Vooral nu in deze tijd, in deze dure tijd, betaalt men belasting. En het werk van OW in feite is om Suriname schoon te houden. Die wegen goed kunnen maken. Die bermen netjes maken voor die auto's en die mensen die, dus die, ja, die op straat lopen. Toch? Maar ik mag ook een tegen de burger ontmieren. Ik heb gehoord ontmieren naar Amiesi. Via een interview, ik tegen de burger taki. Burger, je moet tek maar oro, je moet een hoor nemen. En we go why agotro. Agotro, luister maar, agotro, mi pa. Eerlijk is eerlijk. Pemi etang, mi ab mi recht, mensenrechten. If na jarim etang, mi jarim mag fu kring. Malanti gotro, mi no kring wat lanti mu pay mi. Daarom met we pay belasting. Daarom betalen we belasting. Daarom betaalt men belasting. Maar dus dat is hun werk, dus OW werk. Om die grote schoon te maken voor die mensen en die rioleringen. Een goed schoon maken voor die mensen, want we betalen belasting ervoor. Toch? Maar okay. Dan gewoon dat maar tegen de sma. Toch? Vooral pond buiten. Ook tegen pond buiten, dat ja. Omdat die allemaal terug om te zien, die passie. Nu pas in. Na vier jaren, de mag op de mag op met de santi passie. Dan mag ik tegen de smatakia dat we moeten een kring den control. Mino de een, ik weet niet. Mifologie, meneer Van der Leeuw, mag je speech bij wat ik was aan? Zeker. Sami was stel voor, zeg maar in het vervolg te horen wat live. Met een planning die want een aantal pijnpunten zou bespreken in haar live. Met name je kan wat inleiding, dan weet je, je van tevoren. Zo was net bij bedoel wat toelezen, maar toch? Ja. En dat heeft na 5 punten zijn de echt actueel, dan gaan we daarop in. Ja, we bouwen aan, daar kunnen we specifiek op die punten aangaan en dan ook die mensen daarop. Wees maken. Is dat het? Dus bijvoorbeeld voor zijn live, dat met de punten, dat is dus maar kan reageren, die antwoord, dan later dat we komen in een live dat hij. Juist, en dat kunnen ze vragen stellen. Ja. Maar even te zaken, maar dit is een belangrijke punt voor onze Surinamers. Het is een zeker belangrijke punt hoor, want dit is maar onnoelijk, maar onnodong. We zijn niet dom. Nee. Niemand is dom. Isabi, om lanti funyang fufufu teki lanti epina mistranamang. Meneer Grootvam, ik begrijp dat je boos bent. Hoe kan je? Is dat niet boos? Mi ede broer doet ook omdat hij voor gaat. Mi no man, nga bepaalde sa ni tok, Isabi. Ay, asane quiz mi case. No, my friend. Dus dat kon dat mijn pina misra na man pier boosu life in there je kon dwingen amang je kon dwingen den sma fustra man mi kondre stra na kondre psa mi zarta mi besabi tak misra na kondre tok na dus na greatest dat tira yo kote de man taki de muskon wai ouro no pe ikan pe you you na minister top, pe kan buy o me busa yes, pe kan pe kan te come wo ko man and this we straight that dus wo ko man fu kristran na kongre. Wat tra na kongre etini.
Roy, breng het je wat raar. Roy, breng het je wat raar. Meneer Vulfam, breng het je wat raar. Hoor eens maar even. Meneer Van der Leeuw. Oh, je bent dat is dan niet? Redman, Tjago. Ik ben Van der Leeuw, Tjago. Meneer Van der Leeuw, maak af nou. Ik ben boven de punt. Ja, zeker een punt, Sabrada Roy Grootvam haal aan. Zeker nog een belangrijk punt. En we vinden eigenlijk in opmerking voor meneer Grootvam. OW, net overheidsdepartement, hebben we verantwoordelijk voor semi-inspectie, medewerkers voor doe, zeg maar, wat is mijn karas aan die bakkeren? Even komen op dat woord. Hè? Dus in principe, de man moet doen inspectiewerkzaamheden, voor je in kaart te komen, zijn er problemen met betrekking tot infrastructuur, ik naar passie zou moeten maken, weet je, onderhoud voor bermen en zijwegen. Alles is aan dat naar de man taak. Maar je ziet de man, ik ga naar een burger. En heb je look bij een voorbeeld. Ik denk, niet Limburg is voor, hoor, want DNA gaat hier, ze gaan naar volk dagelijks. Maar wij doen natuurlijk met ondersteuning voor prominente DNA-leden, ik kon schuiven aan voor doen aan toelichting. Mm-hmm. Maar dat is aan dat belangrijk. Je hebt toevallig informeren aan burger. Je gaat naar burger. Je moet bij die burger gaan. Zoomen naar burger. Aan burger. Zoomen naar stap, zoomen naar op burger. Dus naar burger, je moet horen, bon. Naar burger, naar koning. Een burger, je niet politiek man of politici. Je niet politici op een burger van hoe voor potje gestoeld in DNA. Dus je moet een burger. You have to behartigen belangen voor een burger. Zowel voor een kondre. Begrijp je? Ik mag even. Topper voeseren. En minokara man, maar ik heb een gesprek naar man. En bij de man, topper voer NDP. Met de man, dat die NDP ook gisteren. Ja? Maar dat alles maar is hier. Want u abat touch, want u kafas de sani. Maar wat zal de NDP nog doen gisteren? Maar geen leti is af zijn NDP in het doekjes ranan. NDP no de mag abi 10 jaar, de mag abi 26 volmacht. 26 volmacht. Ja, 26 volmacht, ja. Dat is het. Dat je op 26 volmacht. Ja, volmacht. Je trangt voor je recruteer een heersere gemeenschap troonleger. Ja, maar zo is het. Mandaat. Oké. Al zodanig voor wetten uit. Oké. Is dat de man die gisteren dan? Sibrano betakewan in een boefara in een begin. En dan moet je al die confres, de man nog kinky als Surinaamse grondwet. Na evenredigheid voor de Surinamers gelijkheidsbeginsel. Dat niet tegen de man kiezen, met dat na big fout zou omeki. Dat maar we kies one kans ete. Voor kon in een machtscentrum en als Surinaamse grondwet moest kinky. Hij moest kinky compleet. Gelijk, hij is beginsel die alles er naar man. Met dat wat we hebben nog steeds de oude Nederlandse wetten. Die ons beletten om onszelf te ontwikkelen. Maar meneer Redman, ik denk dat wet er ook aan hangen nu. Want ja, je hebt nu ongebruikelijke wetten die worden toegepast nu hedendaags. Mintegi one thing more biggie fault sa Desiree Delano Bouterse Mekilek president. Hij heeft de PG benoemd.
Gangaram pandey. If you be look at Venetian, Venetian be smart. Een PG, wanneer een PG is benoemd, is hij voor het leven benoemd. En daar is er een grens tot hoe oud hij mag zijn om PG te zijn. Dus Venetian, de meeste van de sleutelposten, aan mijn libelijk waarnemen. Omdat waarnemen naar inwaar juru aan mijn kankie ontslag. Justitieminister Carlo Hunsel, waarnemen. Alleen maar bijvoorbeeld waarnemen, de sleutelposten. Ja. Maar die Bouterse koning en Sarati, pref amar ruim a rechtelijke macht pe a neside fu VAP sa lashman belit na baka da heeft die Gangaram Pandey benoemd tot PG en dat wil zeggen hij is benoemd voor het leven. Ja. Wat is nu gaan gebeuren? Chan konan a Semset zogenaamd Garza Parasing waarnemend waarnemend amat drale drale a juur sama ap a PG van oudu fu mek a puzzel compleet tak a rechtelijke macht de inama anu. Dat man benoemt Garcia Paraxing en dan weet je dat ze is voor het leven benoemd. Je kan er nu niet meer ontslaan, ongeacht wat ze doet. Nee, toch? Nee, klopt. Dat nou was de eerste, dat nou was de biggie fout, dat ze met die idee, aan ruimte de, dat de mensen kan tjoro kopoti samen naar een model voor Brunswijk, kopoti naar dictatuur, naar een slavernij. Dus toestaan, hoe kan we nou doen? Het gaat zo. Sowieso erger worden voordat het beter wordt, maar we kunnen twee kanten opgaan richting de dictatuur. Ja. Met het beleid van Chan, want hij heeft rechterlijke macht in zijn handen, uitvoerende macht en wetgevende macht heeft hij meerderheid. En Brunswijk aan de ene kant, aan mij begin, aan mij wat met de blakke man afhankelijk voor in. Dus het feit dat hij de man in derde wet te morgen voor de graman, de basja, de zani. Dus dat nou wat de fout zijn missie hebben, dus dat voor ons. Meneer Sibrano, er bestaat toch scheiding der machten in het Surinaamse... Het bestaat niet. Ja, maar op papier. Ja, op papier, maar dat zeg je toch, is gewoon een A4'tje. Het wordt niet gebruikt. Want het moment, kijk, dit heb ik vanaf het begin gezegd. Vanaf het begin heb ik het gezegd, het moment dat de rechterlijke macht en de uitvoerende macht op één lijn staan, dan is de rechtsstaat in gevaar. Ze moeten altijd een scheiding der machten zijn. De ene moet de ander corrigeren. Maar zolang ze hier staan, dan is onze rechtsstaat in gevaar. En dat is wat nu gebeurt. Ik ben slachtoffer geweest van een kromme rechtsstaat. Ja. Dus ik ben niet iemand die het heeft gehoord. Ik heb het meegemaakt dat onze rechten krom zijn. Ja, ik toch? Ben het ook geweest. Maar natuurlijk moet de objectiviteit ten alle tijde zijn in alle besluiten die genomen worden. En dat de democratische rechtsorde niet wordt geschaad. Want anders heb je dit soort situatie. Bij eigenlijk mannen op respect die de grondwet ook toe. Precies, precies. Dus, daarom moet de Surinaamse grondwet... Een vraag voor mij, een vraag. Daarom moet de Surinaamse grondwet drastisch veranderd worden. Ja, niet die politieke stelsel naar evenredigheid. Want als we moeten gaan naar het politieke stelsel van evenredigheid, heeft Sibrano vanavond iets gezegd over de totale inkomsten die para levert, ja, naar Paramaribo. Dan moeten we zeggen, luister, dat para zijn eigen bankrekening gaat hebben, zijn eigen boekhouders gaat hebben, en dan gaat para... Fee overdracht aan Paramaribo. Dan moet Paramaribo inkopen doen in Para. In Para. Ja. Begrijp je? Als we willen praten over een evenredigheid. Dan moet je denken van, luister dan, goed, maar hoeveel heeft Nikeri over tegenover Para? Dat betekent van, dan gaan we wel één ding moeten hebben. Dan moeten we Ronnie Brunswijk aan zijn ballen, aan zijn haren pakken en eruit slepen. Want de inkomsten van para hout goud, die moeten in para gestationeerd worden en die moeten opgekocht worden. Dus dan kan para gaan groeien. Dan kan para zijn eigen inkomsten binnenhouden. Ja? En de stad die komt bij para. Dus para ik kan heb, gaan bloeien. Ik heb dat is zo een idee voor para hoor. Of meerdere. Zo ideeën. En dit is dus een momentje even. Ja, dan hebben we nog één ding wat Sibrano zei over gronden. Sampi, die vertelt heel mooi. Ja, we geven gronden uit.
Maar gronden midden in een bos. Mensen weten niet waar die gronden zijn. Een grond zonder weg. Bouters heeft ook gezegd van Tewang ontwikkelen aan konderen. Je moet ontsluiten aan konderen. Pedis manos ha peden gronde. Ja, dan met heel veel respect aan die journalist van die Kerry. En die Power Sampi nog erin. Ik dacht je mezelf van luister. Dat zijn die mannen die een slag willen komen slaan om dat Abraham wijsheid niet in pacht heeft. En die mannen wel. Dus men zegt, troebelwater is een goed vissen van. Ja. En daarom zeg ik, ze kunnen zeggen, ze geven mensen gronden weg. Maar die mensen kunnen niet naar die gronden gaan, want ze hebben een boot nodig. Of ze hebben een helikopter nodig. En ze geen wegen. Dus kortom, is alleen maar zandstrooierij. Dus para moet op zijn poten kunnen staan. En ik weet niet hoe jullie dit gaan doen. Die meneer zei van hij heeft een idee voor para. En ik heb geen idee. Daarop wacht ik even. Ja, ik heb geen idee. Dus ik zal het woord over het idee van para niet overnemen. Maar ik zeg wel, er is wel één oplossing voor Suriname. Een totale oplossing. En die oplossing voor Suriname is het maatschappelijk probleem en de ontwrichting van de gezinnen. Dat moet de nieuwe politiek die gaat komen, daaraan gaan werken. Maar dat heb ik al uitgeschreven, maar ik zal het niet prijsgeven. Het is een hele mooie, omdat mensen kopiëren en plakken. Oké. Okay. Hi broer van de Leeuw. Ja, kijk, misrefie naar Parapting. Fu blaka buba blaka afrikansa denge konde sumani pikin fu para isabi tok si brano isabi lelentena nanten o she brabi in pikin mito brada ime pikin vi no bene pikin ok da wota kafu da oli bafu Okay, maar in elk geval, niet vind ik de enkele, nou een verplichting eigenlijk voor alle, eigenlijk tenminste, de DNA lid, ik moet uit Parasa, het dienen aan belang voor het volk in DNA. De maar eigenlijk moest ik opkijken, para, bijna alle vrachtvervoer vanuit het binnenland, koolip, eigenlijk ga je weer verder ook toe onder para. Para, ja. Ja. Alle vliegtuigen zijn landen op zanderij, na vanaf. Para passi yu musu psagwa foto. Mi feni, desma mus ko op, want a onderhoud fu para is nu soekende. If you abi gwa deisei tu padra, abi bel owe, en dan met akita, desandis mus de tak fu a overheid fu pak an. A folok no mak konan de issues dis na yu, ne klanti fu konte gitak, passi broko, doti ne puru, passi ne krimwal, isabitok de so aandachtspunten zijn de belangrijk voor je overheid pakken. Maar als para bijvoorbeeld, kon dan een systeem en dat eigenlijk naar heel para met kari, ook to alle de tradistricten per verbinden de voor ding, zeg maar, district gaan naar koto. Ze moeten gewoon een tol gaan eisen. Alles maar ze hebben ze voor zanderij, want pas de je pay one money dat na die bestuur voor para, heel para, voor onderhoud, dus de probleem zal lantie nog maar pakken, dat de man heeft gecreëerd uit apart dat de oplossing. Je leest mijn gedachten. Je hebt hem dit ook? Ja, je leest mijn gevele aan die bij. Mijn gevele aan die bij. Wat zijn er veel naar het? En mijn loop veel aan naar feiten. Yes. Hout komt uit het district Para. Maar mij zei dan een Para, moest ik een foto voor ik bij wat ik doe bij die. Toch? Wat er ik moet uit plantage Republiek SWM. Maar om mensen maar in Republiek nog op waterleiding aansluiten. Om mijn man in Republiek nog op waar roken. Dat ben ik mijn breed naar het project. Dat ben ik met Michael Marenko, Theo Pengel. Dat ben ik zo vlei want ik moet op naar Achawassa. Want die leiden maar op dat de man de lek dat ben abonneer de man kan roken. Maar moro tof zijn ze in para, lek itakens red maar misschien in takengo doro,
De wegen van Para worden gebruikt voor alle waardetransport dat uit het district wordt gehaald. Para, er komt niks voor terug. Dus Takudu, de ondernemer, voor foto, ko in Para, ko teka Udu. Daarmee rijdt op een passie in Para, per minang aan jullie Para moest rijden, na een bikkie terugvindt, daarmee vernietig een passie. Maar een man no investeert niet eens in een bushuisje in het district Para. Alla money, alla udu, alla money, ik wa foto. En if you don't look boom, de rokoma van ma ook to aan ook para. Toch? Ik van meko. Ay kan jago, da. Redman de vin look boom. Para, dus niet Suriname wordt leeggeroofd. Para wordt ook leeggeplunderd door niet-Parana. Para wordt leeggeplunderd. De internationale luchthaven ligt ook in het district Para. Maar ja. 78% van de arbeiders daar is import. De Paranen die zelf daar werken bij de Mama Bobby, de internationale airport, heeft aan een toilettekering, dan naar de serveer of zo, net 2 of 3 hebben kantoorwerk. Dus even look op een beleid voor Para. Para eigenlijk nog een kondre, Iwan kondre. Ja, zeker weten. Hoeveel over stad en de street, amang ben dekba Binnington, pa bede, para. Suralko, pe amang bende, para. Dire man puru, dire man egwe, dire doisri, nanga de Hollander, egwe libisrananto. Isa sa de mandu, de man sambi de man sambi dry a konde in a ting de man met de man vernietig alle den equipment bagridi 30-50 capacity kere no mi na urokoman mi na industry Isabito, Paranam dape 1350, Building 45, General Dog, ala de president ni waka uroko, ala de sandati, saif sereke sa, Stramang, tok, mi sabi, fa a president of Sumaneng, don so danig dati, de man libi, ala de sandati, mek de man vernietig, beri in paradoti. Para in feite, we moeten een industrie start. Zo alles. Maar alles. Mogi wan tori. Mogi wan pistori era mi brada. Stranaman u arti. Dus de kanede manejou de geschiedenis van Stranaman. Alla omen equipment de bendena Brunsel moro furu suma vernietig den de sandati na de gudu capitalisme tek de equipment cha go roko de eyi udu dal ne ki wa de samiri bron dape sa mina mitus ko mino club jama tak samiri bron yara ma isa foye de tok mi man ala realite No one demandati, no one demandati, sanguroko gire manati, no kis no ap no bum bum pension. One pension man srefi tok mi brada. Intra nan kondre, no man pay one ticket. Na
oru i dan ga in oru ten fu ama frei wo koiri wisna brachon anoman la stande lerara la stande lerara la stande lerara la stande yon yon mi yon la stande de preste luku stranan stranan konde tok ana billington be abi en atoso staff dorop alasan be de staff dorop ben de tape tok salema du na ngala de president en place de ma ben behouden president di met bon photo avec trop photo epic billington no de crei metegi yo mi payon me yere ben tori zo me yari no kasra nan Me denk je dat je de weri, omdat je wil ook trang aan Gisranato. Roy Oliver, Redman. Voorzitter, ik word gestoord. Ja. Alle van Suriname. Je wordt gestoord. Je krijgt nu het woord. Meneer Van der Leeuw, één minuut. Meneer Redman, ik ben aan het woord. Ik ben aan het woord. Voorzitter. Dank je wel, voorzitter. Ik word weer gestoord. Ik lach. Wacht. Meneer Kloofam, we gaan niet eruit zetten als je niet rustig kunt blijven. Oké, is goed. Dan ga ik dan ga ik me kalmeren. Okay. Dus maar soms kijk ik me prachtig. Dat is meneer Redman, uw tijd gaat nu in. Ja, dankjewel voorzitter. Ik ga wat onthullen. Ik weet als jij het weet. Weet je wat er gebeurt op Nieuwmond? Nieuwmond is toch verkocht? Ja, van de Chinezen. Hi boys. Weet je wat er daar is gebeurd? Weer op. Al die voertuigen die Nieuwmond heeft achtergelaten zijn begraven onder de grond. Heeft u dan het Al die voertuigen die gebruikt werden door Nieuwmond zijn begraven onder de grond. Dus we hebben dus gratis. Dat wil zeggen, met diep leedwezen maken de familie een voertuig bekend. Ja, ze zijn dat een innergeliefde graafmachine laten sneuvelen op de leeftijd van een seconde. Lid grootfam. En dan komt het volgende. Er zijn kraters in het binnenland. Ja, dat als deze bedrijven ooit stoppen, ja, met goud, delven, hebben we een groot probleem. Dan kan je het niet weten. Het is de waarheid. Het is de waarheid van iemand die daar graaf werkzaamheden verricht om die wagens te begraven. Oké. Er komt eten daar in het middenland bij het goudbedrijf. Eten komt uit Paramaribo. Niet uit China. Uit Paramaribo. Hij luistert goed, niet uit Nederland. Uit Paramaribo. Ja. En het eten die gaat voor personeel daar. En als het eten overblijft omdat het personeel leden zijn afgevloeid naar Paramaribo voor huisbezoek, dan wordt het eten in containers. Worden de gaten gegraven en het eten wordt daar gedumpt. Er zijn zoveel mensen in Paramaribo aan honger lijden. Ja? Hoeveel gezinnen in deze tijd, Ronnie Brunswick weet het. Al deze
assembleeleden van ABOP die weten het. Wat er daar gaande is in het binnenland. Dat het eten gedistribueerd kan worden voor arme gezinnen. En het dat toch aan arme gezinnen dansen voor dienst van het bedrijf zelf. Zijn die kosten voor het bedrijf zelf? Wat zei je? Want het is, zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn van het bedrijf I Am Gold zelf? Nou, als de kosten van het bedrijf zelf zijn, is mij een vraag, dat weet ik niet. Maar ik zeg, er zijn mensen die eten nodig hebben, die voedsel nodig verdeeld. En ook de auto's die bruikbaar zijn voor misschien een maatschappij, voor misschien dat je iemand, zeg maar, terug kan komen op de markt voor een kleine habbekrapka weggooien. Maar voor wie zijn die kosten? Maar die worden, als is het van de paus, ze mogen ze doen wat ze willen daarmee, maar ze begraven ze met alle machines, vuil, diesel, onder de grond. Milieuvervuiling. Precies, milieuvervuiling. Als deze bedrijven vertrekken, hebben we een groot probleem daar in het binnenland. Dat is die onthulling over wat er gebeurt met deze kapitalistische bedrijven. En de voorzitter van de ABOP die is van op de hoogte. Hij weet trouwens, hij weet nooit wat. Dus. Lion, Redman, meneer Van der Leeuw, Roy Grootvam. Weten jullie, of zijn jullie ervan bewust, dat Suriname op een Hawa Ingiwiri zouden we een hele grote ramp hebben in Paramaribo Zuid afgelopen week? Weten jullie dat? Nee? Nee, dat weet ik niet. Door die branden? Door die brand, en je weet wat onder de grond zit daar aan de Duisburgland. Oh ja, 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 ja. Oh ja, ai, oei. Cyanide. Cyanide, ai. Dus abrand, sa, abrand, nog eens maar dat niks. If abrand, we go at the 1100 meter. A onfloffen dat die dood tap, usabakoto sabe bostok, na tena rens project, Sophia, Sunny Point, Hanaslus, Waterkant. Mine tak over flora, latour, flora, sabolo tamenga. If it is 1100 so veel meter a fire be go, dat wat taki na ontploffing le go ontploffing. Begin voor abeleid disi. Mi be meki bari begin voor abeleid disi. En er was aangegeven dat men het had opgeruimd. Hebben ze ons ooit gezegd waar ze het hebben gezet? Nee. Het is precies daar. Parana. Wat moet wat we niet moeten vergeten, 70% van zinkafval van Amerika zit onder Surinaamse bodem. Niet van Suriname, van de wereld zit onder de Surinaamse bodem. 70%. Ja. Waarom denk je? Ja, niet Panama alleen. En dus overal zijn ze, Brokopono heeft ook. Waarom denk je dat Amerika, want normaal heeft Amerika een ambassade waar er minimaal een bevolking zit van 1,8 miljoen inwoners. Suriname heeft nog niet eens een miljoen, maar Amerika heeft een van haar grootste ambassades in Suriname. Ja. Waarom ja. denk je dat? Ja. Toch? We zijn nog geen miljoen, maar Amerika heeft een van de grootste Amerikaanse ambassades in Suriname. Nederland heeft een van de grootste ambassades in Suriname. India heeft een van de grootste ambassades in Suriname. China heeft een van de grootste ambassades in Suriname. En we hebben nog niet eens 600.000 man. Boy. Die ambassades in het buitenland zijn gehuurde panden. Ja, de ben Europa die. Ze maken hier een kantoor, een consulaat gewoon. Hier hebben ze ambassades, ze hebben terreinen hier. Zelf een helikopter kan daar landen. Ja. Dan moet iets gaan branden toch. Dus bovenstaan de voetakki, maar ik vond dat van de leeuwtakking. We pot de punten over zo'n takki, dat toekomt, dat we alleen
We willen halen punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Dat kunnen we meer bereiken. Ja. Vergeten jullie niet wat Chan heeft gezegd. Ogonyang baka, ogonyang een bara, ogonyang pampoen. Ogonyang. Ogonyang een kokori. Lupu pa alive ben mooi zo. Gewoon je kopora live naar Waneja. Ik probeer nog haar te maken aan haar live. Kopora tani. Wat? A heel life me probeer, zo me preti dat nog een manen karamanen, kooret manen ko karamanen ja voor a heel life. Simrano, Simrano afrozen dat je odiere. Ja, 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 salut, bon nuit. Bonsoir, comment allez-vous? Ja, ja, dat is goed. Oké. Hey Roy, Roy. Ja. Faut dire bonjour pour moi là-bas en France, pour tous les gens qui parlent français. Oui. Tu peux l'expliquer pour moi? Eh bien, d'accord. On dit bonjour là. Voilà. Et tout le monde à la France. Et monsieur. Cibrano Piquet. Monsieur Cibrano a dit un bon bonjour pour tout le monde à Métropole ici. Voilà. Ok, thank you. Brana Fader Leo. Kan je pas aan voet takken voor zo'n kote? Nee, je hebt parle Frans dat pech. Parle Frans ook, monsieur. Voilà, oké. Parce que je suis ici, hein. Je suis ça va très bien. Donc je suis ici, là, à Métropole, c'est ça. Roy, il peut. On prend mes tacs, Roy. Ce n'est pas grave. L'année 2011, j'étais habité à France. Oh, 2011. Longtemps, ok, d'accord. Et maintenant, okay. Tu n'habites plus en France. Je veux habites maintenant. Prochaine semaine, je fais arrive à Paris. On va mettre. Ok. D'accord. Très bien. Ala ngasi sao wa akili bunwe wa mustem gibra fuma un soy ba fuma wa de sama wo te ala de soni de chako wo te de ki de soni dam da wo soye tu te suma sama kasama da wo soye na. Oh, à son taquet un petit. Mais taquet une France, si tu vois ça. Je t'ai dit, dans ta France, il vit. Mais ça, je voulais vous remercier d'être là pour vous conseiller. Votre kostbare tijd. C'est bon. Avec ondersteuning pour les volgers, avec Oubema Tchadis Waka. Redman Faya, bedankt, respect. Mme Van der Leeuw, vous aussi, tout lobby. Roy, merci beaucoup. Je vous remercie, Mme Van der Leeuw, pour vous advies. Nee, het vervolg, dat we kan die dag even na alle donderdag net die we de, of alle woensdag. Ja. Dat we hier wiki, we pot de punten goeno, dat we stellen vraag, we goe aan toe stellen vraag. Dat te hoe kom bij een, dat we konden we bespreken, ja zo, want if we wacht die televisie, hoe aino oppo. If we wacht die media, hoe aino oppo. Na limbo wang, na DTV, ga horen hoe bezig voor het is aan zeep sa. Dus hoe is, maar we paaien de serie. Nee, maar ja, ik wil dat de inheemse smaak nu aan Odi ook toe. Ja, in een inheemse taal. Een Arawak. Halika Jacoba. Daar is dat ook. Holombo Sabodayono. En een Karaïb. En Okone Yarwa. Okone Takose. Ja man, bless you. Thank you. Mi brengi ook toe. Taki. You chawa pis ontrelen kong. Omdat dat ontwikkeling voor als loop voor ex-politiebureau dan een vergader zal voor DNA nou werkelijk een wanjampa toe en mijn berichtak een pistorie dat kon adoren met de hashtag hey boy social media is the best weapon die Suriname op dit moment kan hebben. Yes.
die de wereld veroverd. En wij zijn kampioen en nummer 1 op de wereld. Die ja, gebruiken helemaal deze kanaal. En dat we toch deze mannen kunnen ontmaskeren. Alvorens het ook weer bij Limbo terechtkomt. Dat moet een barons aan ook doen natuurlijk. Hoe de nang of voor in het programma en alle de volgers ook mee gerekend. Hoe nog kost nog eens maar dat aan intensief voor bijeenkomst die is in een live. Maar natuurlijk hoe we op de smaai en dat nou een rechtse alles maar heb voor uit een mening. Nou een democratische recht, dus daar komt niemand aan. Sami want tegen de smaak instellen dat ik de hoorde ede, met de let op, Shifa Sanego en sap tak a oplossing de na densrefi pedo pot densting, en dat is mam kon tegen. Want mijn neem aan dat je veert en 1 euro zo, dat Abbas ne verfa osogi, of tenminste aan ne plek onderhoud te ade van Udo, daarmee denk je, vroeg ik me poeta osso dat die. 100%. Dat is maar moest sap dat ik dan sap fa do do in a komende tijd voor luku voor te verbeteren kon gidens refi maar ook to giden king voor den sande nabaka ete voor libali bigomoro fara klop 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 ubari ubara la den gramanda pe ala den kapite ala den dorpu dorpu para luangete mi barunu ala den mamanda pe para ku Ubarita Kona Marwina Mofajit Koroni Koroni Koloni Last for one video for Koroni for Asan for a entrele for a one demon at 20 dozens maluken by not 22 no there. Just me hope that this madati the antas madati Saka break them first time. Doesn't yeah, what one of the voor penetersma, maar gewoon voor bewustwording. En als social media is gebruiken positief, dan mag je persoonlijke vorm toe. Ik aan je op een morgen. Heel goed. Zeker weten. Zij zijn er best aan. En we raden de Sranama aan ook toe. Met de sma, go duiken in de. Wie is de grondwet? Abeng Sani, maar met de leren. De artikel belangrijk. Ik kan gewoon dat ik weer die tak in mijn club de vrienden en dat petak luka artikel dat petak zo. Ja, helemaal. Klopt. Onderzoek is ook eigen wijsheid. Ja. Is dat niet toch? En we moeten leren dat we niet meer moeten afgaan van beschuldigingen en afnemen dat het waar is. En dat we daardoor de verkeerde stap nemen en de verkeerde keuze maken. Want als we de verkeerde keuze maken, door middel van te geloven wat de ander zegt zonder eigen bevinding, gaan we daardoor niet groeien. En dat heeft mij ook geleerd. Deze laatste 5 jaren, de 4 jaren waarin we zitten, en ook de jaren daarvoor, heeft het me tot bewustwording gebracht om mijn telefoon goed te gebruiken, mijn internet goed te gebruiken, om te gaan kijken wat waar is, om alles naast elkaar te leggen. De Surinamers, waar jullie ook mogen zijn, laat jou niet vertellen dat een koe een ezel is en je gelooft het. Oké. Okay. Dat is een voorbeeld wat ik wil noemen. Ga onderzoeken of een koe werkelijk een ezel is. Ze zijn ze hebben wel beide gespleten hoeven, maar ze zijn niet hetzelfde. Ze moeten kijken als Tjaan en Brunswijk zelf zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Want het is zo broer toch? Broer. Ja. Het huwelijk gaat gewoon door. Maar hij zegt, Chan is zijn broer. En Chan zegt, hij is onze vader. Maar ik zie geen verschil. Dus dat moeten we moeten onderzoeken. Of het werkelijk waar is. Dus laten we naar waarheidsvinding gaan. Ja, dat is het. Ik wil zeggen, of één avond. En twice.
Ja. 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 Ik ook. Een gezegende avond voor jullie allemaal. De kijkers. Een gezegende avond voor jullie allemaal. De groetjes. Ja. Roy, au revoir. Lobby. Au revoir. Mijn frère. Au revoir. Au revoir à tous. À Suriname. Roy Groeve van Magie. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Voilà.